Het laagste niveau van opmaak is die van de tekenopmaak. We hebben in vorige filmpjes de paginaopmaak behandeld. We hebben eveneens ook de alineaopmaak behandeld. En we gaan dus nu naar het laagste vorm van opmaak, die op de tekens. Dat betekent dat we gaan zien hoe we tekst van lettertype kunnen veranderen, lettergrootte, tekstkleur, markeerkleur en zo verder. Het principe blijft hetzelfde. Je moet een stukje tekst selecteren. In dit geval gaan we niet heel de alinea selecteren, want we wensen niet onze alinea aan te passen, maar een aantal tekens, een aantal woorden in dit geval. Als volgt. Een heleboel van die tekenopmaakkenmerken die bevinden zich in de werkbalk. Je kan namelijk de lettertype gaan selecteren. Ik ga hier de bekende Arial gaan selecteren en je ziet dat het lettertype onmiddellijk wordt aangepast op de tekst die ik geselecteerd heb. Eveneens de lettergrootte kan je aanpassen. Dat kan je van klein naar heel groot zetten. Doorgaans moet ik wel eventjes meedelen dat het lettertype voor een standaard tekst moet ingesteld worden op 12 punten. Dat is heel belangrijk. Volgens de BIN-normen is die wet bepaald. Verder kan je je tekst ook in het vet, cursief en onderlijnd zetten. Dat zijn drie opmaakkenmerken die je naar hartelust kan aan- of afvinken. Je kan eveneens de tekstkleur gaan aanpassen, bijvoorbeeld een rode tekstkleur. Je ziet dat de lettertjes veranderen in het rood. En we hebben ook een markeringkleur. En die markeringkleur zal eigenlijk de achtergrond van je selectie een kleur aangeven. Eigenlijk hetzelfde principe als je met een fluostift over je tekst zou schrijven. Nu, dit zijn maar de meest voorkomende opmaakkenmerken. Als je meer opmaakmogelijkheden wilt bekomen voor je tekst, dan moet je via het menu werken. Ik ga even een ander lijntje selecteren. Als volgt, deze lijn ga ik opmaken. En ik ga nu naar het menu opmaak en naar teken, voor teken opmaken. Hier kan ik een aantal lettertypes gaan selecteren, net zoals mijn werkbalk natuurlijk. Het enigste minpunt hier is dat je geen voorbeeld krijgt in de lijst zelf. Je moet je lettertype aanklikken en het voorbeeld wordt hier aangepast. Ook hier kan je kiezen voor vet cursief en kan je de lettergrootte gaan kiezen. Nu, wat ook interessant is, de taal. Je kan hier al onmiddellijk de taal gaan selecteren waarin de tekst moet worden verbeterd. Herinnert u, we hebben gezien dat foutieve teksten worden onderlijnd door een rood golvend streepje. Die kan je doorgaans onderaan je tekst hier gaan aanpassen, maar kan dus ook rechtstreeks hier bij teken opmaken. Bij teksteffecten kan je dan de andere opmaakkenmerken selecteren, namelijk de tekstkleur. We hebben gezien dat we dat in het rood of geel of om het even wat konden zetten. Ik ga er nu eventjes blauw van maken. Er zijn ook bepaalde effecten beschikbaar. Bijvoorbeeld, ik kan alle tekst in één keer naar hoofdletters zetten. Dat valt misschien hier momenteel niet op door het lettertype. Ik ga even een andere kiezen. Ik ga terug de Arial pakken. Dat zal iets interessanter zijn om die mogelijkheden te bekijken als volgt. Dus als ik hier geen effect zet, ziet u dat de tekst sowieso wordt afgebeeld zoals die wordt ingetypt. Kies ik voor hoofdletters, dan wordt de tekst omgezet naar hoofdletters. Kies ik kleine letters, dan wordt zelfs uw hoofdletter een kleine letter gezet. Alle hoofdletters, het wordt voor allemaal een kleine letters gezet. Bij titel, dan ziet u dat elk nieuw woord een hoofdletter krijgt. Elk nieuw woord begint met een hoofdletter. En met kleine hoofdletters gaat het de tekst in hoofdletters zetten, maar op het niveau van een kleine letter. Dus die lettergrootte wordt kleiner gezet. Dit is wel interessant. Naar relief toe kan je geëmbosseerd, dat wil zeggen een effect verkrijgen dat de tekst zogezegd uit uw blad komt, of geëngraveerd, waar het zogezegd in uw blad verdwijnt. Dit is niet echt optimaal. Met sommige lettertypes valt het beter op dan bij andere. Verder kan je ook kiezen voor omtrek. Dan wordt de binnenkant van uw letter blanco gelaten, maar wordt enkel de omtrek voorzien van een kleurtje. Met schaduw ga je een slagschaduw creëren, zodanig dat het woord een beetje een relief effect gaat krijgen. Knipperend, dat is een heel irritant effect die je kan bereiken, waardoor dat je tekst op en af gaat knipperen op je scherm. Zeker te vermijden, en sowieso, dat kan niet worden afgedrukt, dus het is een beetje in mijn ogen een overbodig effect die je hier verkrijgt. Verborgen is ook mogelijk, dan wordt de tekst verborgen, kan je die dus ook niet meer lezen op je tekst. Het zal er natuurlijk ook wel staan, maar wordt verborgen. Dat wordt vaak gebruikt door leerkrachten die bepaalde antwoorden niet echt weg willen zetten, maar gewoon onzichtbaar maken voor de leerlingen bij de opgave van hun toetsen.
Verder kan je ook kiezen voor lijnen boven, bijvoorbeeld een dubbel lijntje boven of een wit lijntje boven, om het even wat. Je kan ook gaan doorhalen. Oei, dit is fout. Dus ga je eigenlijk je tekst gaan doorhalen. En je kan ook je tekst onderstrepen, opnieuw enkel, dubbel vet, gestippeld, enzovoort, enzovoort. Kies je woord voor woord, dat zie je misschien niet zo goed, maar dan gaat de onderlijning niet geschreven worden bij de spaties. Zo ziet u hier, ik heb hier woord voor woord, dat wil zeggen dat de onderlijning enkel zal voorkomen onder de woorden en bij de spaties blijft dat blanco. Wat kunnen we nog doen? Wel, wij kunnen ook nog de positie gaan aanpassen. Daarvoor ga ik eventjes een ander voorbeeld moeten aangaan, namelijk dat van wiskundige en chemische formules. Ik ga dit eventjes al gaan toepassen door op OK te klikken. Dan ziet u dat die opmaakkenmerken aangepast zijn. Nu stel dat ik de tekst H2O moet gaan schrijven. H2O zijn de formule voor water, chemische formule, maar in die formule lijkt dat die twee eigenlijk niet op die positie moeten, die moeten een klein beetje naar beneden geplaatst worden onder die H. Wel, dit noemt subscript. En dit bereik je dus eveneens via die tekenopmaak. Ik ga hiervoor die twee selecteren, ik ga naar opmaak teken, en bij positie zeg ik dat dit nu subscript moet zijn. Je kan hier ook eveneens de relatieve grootte van de letter en zo verder gaan aanpassen. Ik laat dat momenteel ongemoeid. Ik klik op OK. En dan zie je hier dat die 2 ja, een subscript geworden is. Namelijk, het staat relatief gezien tegenover de H een klein beetje naar beneden. Hetzelfde met wiskundige formules, bijvoorbeeld x tot de 58ste. Die 58 zijnde een exponent. Wel, die hoort dan een klein beetje boven de C. Als ik die nu ga aanpassen, ik ga die daarvoor selecteren, ik ga opnieuw naar opmaken teken, en ik zeg dat dit nu superscript is. Subscript gaat de tekst een beetje onder de eerste letter zetten, superscript gaat die boven de letter zetten. Klik nu op OK, dan zie je dat mijn exponent C tot de 58ste in dit geval helemaal in orde is. Als laatste even naar de positie ook van uw tekst. Als ik naar opmaak teken ga, kan ik ook nog de achtergrond natuurlijk selecteren en de markeerkleur. Maar bij positie is ook interessant dat ik die tekst kan roteren. De rotatie of de schaal. Ideaal bij tabellen trouwens, voor titels aan te maken, kan ik hier bijvoorbeeld zeggen dat ik die tekst 90 graden ga draaien. En ik ga op OK klikken en dan zie je dat de tekst die ik geselecteerd heb 90 graden gaat omdraaien. Stel dat je een hyperlink wilt invoegen, dan kan dat ook via tekenopmaak. Opnieuw, we gaan dezelfde handwijze gaan aanpassen. Ik ga die tekst selecteren, naar opmaak teken. En op het tabblad hyperlink kan ik nu de URL gaan toevoegen waar ik naartoe wil gaan. Bijvoorbeeld http://www.google.be. Dat zijn allemaal HTML-eigenschappen. De naam die ik kan meegeven, dat is bijvoorbeeld Google. En als doelframe zeg ik dat ik dat in een blanco scherm wil gaan insteken. Klik je op OK, dan wordt dat wel degelijk een hyperlink. Dat zie je omdat dat blauw is en onderlijnd. En je ziet ook dat je kan Ctrl klikken om de hyperlink te openen. Ga ik nu Ctrl klikken, dan zie ik dat mijn webbrowser ondertussen Google aan het opstarten is. Zoals ik dat daarnet gevraagd had. Zo voeg je dus ook hyperlinks in toe. Zo, dat was het voor tekenopmaak. Hopelijk tot ziens voor een volgende filmpje.